Veel belangrijke onderwerpen zijn te moeilijk voor jou of te saai om je in te verdiepen. Herkenbaar? Waarschijnlijk wel. Daarom word je overspoeld met uitlegvideo's die ingewikkelde onderwerpen behapbaar en begrijpelijk maken. Hoe doen ze dat eigenlijk? Dat leg ik je uit. Terug in de tijd. In zwart-wit laten we beelden zien van een nieuwslezer van het 8 uur journaal. Een ernstige man met een stropdas. Saai, hè? En daar kom ik om de hoek kijken. De vlotte presentator. Ik ben vlot, presentator, eind 20, helaas man, helaas wit, goed op de hoogte, maar vooral ook benaderbaar. Dat kun je bijvoorbeeld zien aan mijn hippe schoenen en mijn opgestroopte mouwen. Heb ik te veel gepraat? Tijd voor een beat. Het moet allemaal natuurlijk wel een beetje speels blijven, anders val je in slaap. Zie je wat ik hier doe? Uitbeelden, zodat jij niet in het duister hoeft te tasten. En een andere manier om je aandacht vast te houden is om dingen in beeld te brengen. Cijfers, letters, een wereldbol, want dit is een wereldwijd probleem. Vind je dit te abstract? Geen probleem. Want wij hebben een grafiek gemaakt. Zo ziet jouw aandachtspannen eruit als we geen grafiek gebruiken. En zo met grafiek. Dat is best een groot verschil, toch? Even een overgang. Ik moet toegeven, dit was misschien een beetje veel informatie. Daarom snel wat korte beelden van geweld om er weer bij te trekken. Hebben we op dit moment al je vragen beantwoord? Nee. Maar na 2,5 minuut heb jij wel weer zin in een ander filmpje. Dan zoeken we eigenlijk alleen nog een vlot woord om mee af te sluiten. Ik dacht zelf aan toedeledokie. Houdoe!